Godverdomme, die Rick ook altijd. Man, om 2 uur afgesproken, is nu 2:30. Ging fuck te bekennen van die guy, man. Ligt lekker weer te slapen, die Brabander. Godverdomme. Rick! 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 What the fuck? Yo, wat? Wat doe je? We moeten al lang beginnen, man. We gaan 1:30... Wat gaan we doen? We gaan items schieten. Waar gaan we schieten, man? We gaan de reactie spelen van Amsterdam voor Ajax. Oh, omdat ze verloren hebben? Ja. Aight. Oké. Gewoon nu? Ja, nu. Oké, go. Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt. We gaan hier vandaag in Amsterdam kijken hoe mensen omgaan met het verlies van Ajax tegen PSV. De veel betere ploeg natuurlijk. Dus eens even kijken of ze net zo sip zijn als de Eindhovenaren vrolijk. Let's go. Klik, man, het enige wat ik doe is kill. Klik, klak, pow, kill beats, kill rappers. Klik, klak, pow. We zien hier de verliezende menigte die massaal zijn Ajax-shirts heeft verkocht, verbrand of op andere wijze heeft verstopt. Uit schaamte, diepe, diepe schaamte. Ik wil voor Real Madrid. Real Madrid, ja, welke Nederlandse team? Kom op. Nederlandse team, kijk, weet je wat het is? Ik ben toch nu in Amsterdam, dus ik ben voor Ajax. Ja, PSV heeft eigenlijk gewoon geluk gehad. Wat dan met PSV, man? Fuck PSV. Ajax voor life, of niet? Ajax is gewoon de beste ploeg van Nederland. En dit is natuurlijk een enorme teleurstelling dat het niet gelukt is. Het zag er niet uit. Het wordt 1-1. Dan heb je nog 1/2 uur te spelen en dan denk je, nu gaan ze gewoon even aanpoten, weet je. En ze gaan gewoon voor geen enkele bal. Ik vond het echt zonde, want ze hadden die podium al gebouwd en al die dingen. En dan hoor je gewoon dat ze hebben verloren. Dat is echt harteloos. Dat doet hartpijn. Dat kan gewoon niet, weet je. Oké, we staan hier bij Frank de Boer. Frank, wat ging er nou mis bij de afgelopen wedstrijd? Ja, het is jammer, maar eerlijk gezegd hou ik me niet heel veel bezig met voetbal. Ik heb er niet zoveel mee. Mijn interesse ligt er niet. Jij bent geen voetbalfanaat? Nee, absoluut niet. Nee. Niet op gelet eigenlijk. Nee. Jij bent gewoon met al heel andere dingen bezig? Ja. Waar ga je nu heen? Ik ga vrouwenkleding kopen. Ik denk ook dat een andere opstelling van de trainer, dat het waarschijnlijk wel gelukt was. Wat hadden ze dan moeten doen? Nou, ze hadden dus die Milik, die hadden ze niet moeten wisselen bijvoorbeeld. En die werd wel gewisseld door El Ghazi. Ja, iedereen weet dat El Ghazi niet in goede vorm is. Als de boer dat niet gedaan had, dan was misschien de uitslag anders geweest. Wie moet hem vervangen? Niemand, Ajax toch gewoon. Nee man, weet die ene man ook alweer, hij was ook voetballer. Die ligt er, geen naar Curaçao. Bergkamp bijvoorbeeld, die is dan de tweede man. Nou, die zou het best kunnen doen. En ja, ik denk ook al aan een, hij moet een man naast zich hebben. Nou ja, dat wordt natuurlijk Van der Brom van AZ. Bergkamp, die heeft natuurlijk ontzettend grote kwaliteiten en die kan die ploeg verder brengen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd naar Badder en Rico, maar ik weet niet of je dat volgt. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ah, Kluivert is de man. Ja, hij is sowieso de man. Zijn moeder woont bij mij in de buurt toevallig, vandaar dat ik eraan denk. Jullie hebben er 3. Ja, klopt. Wordt dat dan hetgeen waarmee jullie toch nog een beetje kunnen wrijven richting het zuiden? Het ziet naar het verschil moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Dus Kluivert, Ajax Leiden en dan worden we alsnog kampioen? Ja, sowieso. Dat moet gewoon. Ajax, altijd. Klik, klak. Man, het enige wat ik doe is kill. Klik, klak, pow. Kill beats, kill rappers. De straten die zijn leeg van voetbalshirtjes. Amsterdammers zijn een beetje timide bezig over het hele verlies. Ze proberen het stil te zwijgen. Ze vinden het nog steeds de beste club. En ja, voetballende Brabanders die zijn er op het moment heel weinig te vinden in Amsterdam. Waarom zou dat toch zijn? Terug naar de studio. Me boy, je gaat er wel komen hoor. Dat zijn mijn tante die jaren.